Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de wekelijkse show met deze week een terugblik op het bomvolle Franse weekend met de drie races. Behoorlijk wat nieuws met de gebroken knie van Alaphilippe. Jonas Vingegaard die na 12 dagen weer uit het ziekenhuis is. Het volgende mogelijke team van Demi Vollering en een vooruitblik op de Waalsappel mannen en vrouwen die morgen is. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag waren er drie vergelijkbare Franse 1.1 races. Want alle drie eindigden met een klim van ongeveer 10 minuten. En drie keer won Groupama FDJ, twee keer met Lenny Martinez en één keer met David Codu. Ik denk met de concurrentie die er niet echt was, waren ze ook wel verplicht om zeker twee van deze races te winnen. Dus heel veel conclusies kan je hiervan niet uit trekken, maar wel dat Lenny Martinez aan een heel goed jaar bezig is. En fijn voor Coudu dat hij zijn eerste overwinning te pakken heeft van dit seizoen. Na een moeilijke start van het jaar met valpartijen in Nice en Baskeland, waardoor hij zich in die races zelf niet heeft kunnen laten zien. Mooi om de monegasque van Burgos BH's Victor Langelotti zo goed zien te rijden in dat Franse weekend. Want hij is een keer tweede geworden achter Lenny Martinez en de zesde met voor hem beter renners als Godu, Felix Gal, Guillaume Martin. Dus met een einde contract dit jaar zou het mij verbazen als hij volgend jaar niet voor een wildtourploeg rijdt. Dan Alaphilippe, die heeft na de val in Strade rondgereden met een breuk in de kop van het kuitbeen in de knie. En de dokters hebben na Milaan Sanremo de keuze bij hem gelegd of hij wel of niet de Vlaamse klassiekers wou rijden. Alaphilippe heeft uiteindelijk besloten om drie koersen nog te rijden van de Vlaamse klassiekers, waarin hij drie keer niet presteerde, wat ook voor een deel heel erg logisch is. Als je met een breuk rondrijdt en ook de pijn voelt, wat hij zelf zei. Maar dit geeft wel gewoon heel erg aan hoe groot die druk is die er op hem wordt gelegd binnen de ploeg. En ik denk ook een beetje door hem zelf. En dit is gewoon een hele ongezonde situatie. Ik snap Alaphilippe ook wel. Hij heeft een aflopend contract bij de ploeg. Weet dat hij hoogstwaarschijnlijk naar een ander team vertrekt. Dus zal zich denk ik ook wel zorgen maken over hoe andere teams hem op dit moment zien. Maar dit is gewoon geen goede omgeving waarin renners dan denken dat ze moeten presteren met letterlijke gebroken botten. Zeer onprofessioneel van het team vind ik en van hemzelf ook wel. Want wat wil je nu bereiken, vraag ik me dan af met deze uitspraken. Omdat hij kort na de breuk nog wel meedeed in Tirreno met de sprintjes. Mee zat in die koninginrit. Top 10 in Sanremo daarna nog. En is die blessure dan echt wel zo zwaar geweest. Dus het voelt voor mij ook een klein beetje dat hij excuses aan het zoeken is. Voor een tegenvallend voorjaar, al blijft het van beide kanten van de ploeg en van hem gewoon wel nog altijd een hele slechte situatie. Het is de hele tijd de modder gooien, dan komt het vanuit de ploeg, dan van hem zelf weer een interview. En het is gewoon heel erg jammer dat ze het met de ploeg en Alaphilippe zelf dus uiteindelijk niet een oplossing hebben gezorgd om ja, met een goed overleg met te vertrekken bij de ploeg. En in plaats van dit hele tijd dat modder gooien spel. Er zijn ook weer een aantal updates van renners. Ik heb er nu in ieder geval twee die ik in deze video ga bespreken. Allereerst Oscar Ondi die voor de derde keer zijn sleutelbeen heeft gebroken in ongeveer een half jaar tijd. Vorig jaar in oktober geloof ik of in november en in januari dit jaar. En afgelopen weekend in de Amstel Gold Race waardoor hij de Waalsappel moet missen. Ik weet niet of hij zonder val daar had gestart, maar het is denk ik in theorie wel een race die bij hem past. Dat Wout van Aert de Giro niet gaat rijden en Laporte zijn vervanger is, heb ik vorige week al besproken. Maar vandaag kwam er een update van de andere kopman van Visma Leasebike naar buiten. Jonas Vingegaard is na 12 dagen weer uit het ziekenhuis. En dat is echt positief goed nieuws. Ruim 2 maanden voor zijn doel van het jaar, de Tour de France, voor de derde keer op rijen te winnen. Dus er is nog een ruime tijd om het te herstellen voor hem. Maar het is gewoon heel moeilijk
moeilijker in te schatten of hij het überhaupt gaat halen en in welke vorm. Want dat hij het gaat halen, ben ik zelf wel vrij zeker van. Maar ik heb het idee dat dat gewoon niet in topvorm gaat zijn. Dat is met een klaplong gewoon vrij onrealistisch. Omdat je na 6 weken daarna pas weer een echte inspanningen mag doen. En dan heb je nog ongeveer 6 weken om topfit te raken. Dus wordt het gewoon heel erg krap. Ik hoop heel erg dat hij alsnog in de topvorm aan de start van de Tour zal staan. Want dat is natuurlijk niet onmogelijk. Maar al is het wel gewoon de vraag of dat met een klaplong en meerdere gebroken ribben realistisch is op dit moment. Waren de laatste weken al een paar teams waar Demi Vollering niet naartoe zou gaan na dit seizoen. Aan meerdere bronnen hebben nu bevestigd aan het AD dat een meerjarig deal vanaf 2025 bijna bereikt is met de FTC Suez, die waarschijnlijk haar nieuwe team zal zijn. Op zich wel verrast ben ik daardoor. UAE was de eerste gerucht voor 1 miljoen, maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. Ik denk wel als de FTC Suez haar een nieuwe ploeg wordt, is het ten eerste natuurlijk goed voor het vrouwenwielrennen op zich, want de twee beste rensters op dit moment worden gescheiden van de ploeg. En ik denk dat de omkaderingen voor haar bij FTC ook best goed is met Evita Muzic, drie Nederlanders met de Kraken, Buisman en Molengraaf, en misschien dat Loes Adegeest nog verlengd gaat worden. Natuurlijk is dat sterke gerucht naar buiten gekomen, maar ik heb zelf wel heel erg het gevoel dat dit het team van Demi Vollering gaat worden voor volgend seizoen. En ik denk ook voor een paar jaar daarna, omdat een Ludwig Cavalli-Brown een aflopend contract allemaal hebben. Dus op die manier zal er wel geld vrij gaan komen, want ze zullen niet al die drie renners gaan verlengen en ook nog meerdere andere renners. En bij SD Works hebben er ook heel veel een aflopend contract. Dus als Vollering naar FTC Suez gaat, lijkt mij de kans ook best wel groot dat er een paar rensters van SD Works ProTime nu met haar meegaan. Bijvoorbeeld een Misha Bredewold, zij heeft ook een aflopend contract. En bij een ploeg als FTC krijgt zij ook meer haar eigen kansen dan in een ploeg met de Kopecky en Wiebes. Dus dat zal denk ik ook wel, als dat er gebeurt, een goede zet zijn. Ondanks dat ze buiten Vollering nog meerdere goede renners hebben, zal het denk ik wel een groot gemis gaan zijn voor SD Works. Want zij konden de Tour, Giro en Vuelta voor de ploeg winnen. En op dit moment zie ik dat niet gebeuren met een Kopecky. Als zij volgend jaar de enige kopvrouw is voor de Tour, heeft ze dan natuurlijk ook hoogstwaarschijnlijk concurrentie van Demi Vollering van dan in een andere ploeg. Maar ik kan op zich wel de keuze begrijpen dat ze Kopecky hier boven Vollering verkiezen. Want hoewel SD Works een Nederlandse team is, is de sponsor een Belgische bedrijf gevestigd in Antwerpen. Dus zo heel vreemd is dat dan ook weer niet. Of ze ergens sportief op vooruit gaan, dat is het volgende waar je vragen over kan stellen. Maar ze konden waarschijnlijk financieel niet allebei behouden. Dus dan moesten ze ook wel een keuze maken of Kopecky of Vollering behouden. En dat gaat dus Lotte Kopecky zijn. Deze hele week is er een 1. Pro etappenkoers Tour of the Elf, waarvan alle 2 van de 5 etappes zijn gereden. Maar het parcours, dat spreekt mij niet heel erg aan, met geen enkele etappe echt bergop aankomst. Wat jammer is, omdat er toch een aantal mannen aan de start staan die de Giro gaan doen met Thomas O'Connor, Pools, Tibiri, Bardet, en die wil je dan toch zien hoe ver ze gaan komen in echte bergritten. Ik denk zeker wel dat etappe 4 en 5, je gaat echt wel wat daar kunnen gaan zien tussen die mannen, de verschillen, omdat er toch wel een redelijke lange beklimming in zitten van de eerste categorie aangemiddeld 8 à 9%. Dus daar ben ik wel benieuwd naar in die komende dagen in etappe 4 en 5 met name. Morgen de Waalse Pijl op de woensdag dus, want het is dinsdag op het moment dat ik deze video opneem. Zowel de mannen als de vrouwenrace. De mannenrace is 198 kilometer met 4 keer de muur van Hoei. 1,3 kilometer, 9,3%. Dus een keer meer dan vorig jaar een extra passage. Automatisch dus ook een extra ronde. Ik denk dat dat geen verandering gaat aanbrengen, want het is altijd ieder jaar gewoon een gevecht naar de voeten van de laatste beklimming. Dus een extra keer de muur
gaat denk ik nauwelijks iets veranderen. Ik denk persoonlijk helemaal niks. Wel met het weghalen van de code giraf, want die zorgde er vaak voor nog voor wat extra spanning voor de laatste keer in de muur. Dus dat er ploegen met meerdere leiders daar al eentje voor uit konden sturen. Maar voor mij is Matthias Skelmose van Lidl Trek de topfavoriet voor morgen voor de Waalse Pijl. Werd vorig jaar tweede achter Pogačar en heeft al gewoon meerdere keren laten zien deze inspanningen heel goed aan te kunnen. Daar niet zo ver achter zie ik renners als Dylan Teuns die hem al een keer wist te winnen. En sinds de Brabantse Pijl gewoon heel erg goed in orde is. Hirschi won hem ook al eens, reed een hele goede Amstel. Dus normaal zou hij de man moeten gaan zijn voor UAE. Benoot kan denk ik ook wel hoge ogen gaan gooien. Pidcock denk ik alleen als hij echt in een goede positie is, heeft mij tot nu toe dit seizoen nog niet echt heel erg overtuigd met zijn explosiviteit. Maar dat kan zo zijn dat dat volledig om wordt gedraaid in deze race. Ik denk persoonlijk niet dat hij de topfavoriet is, maar zeker een top 3 podium of een top 5 moet mogelijk zijn. Van Gils, Laurens, Buitrago, Grégoire, Vlaashoff, Healy, Cosnefra, dat zijn echt wel de mannen met wie ik eerder opnoemde, die ik echt wel verwachtte goed te zijn. En een van die mannen zal er gaan winnen. En ik denk zelf dat dat er dus Matthias Skelmose gaat zijn. De damesrace is 143 kilometer met twee herhalingen van de muur. En ook hier gaat het weer aankomen op de laatste muren. Hoe hij vorig jaar won, Voldering met 5 seconden voorsprong op een dominante wijze. Ze is niet in diezelfde vorm, heb ik het idee, als vorig jaar rond deze periode. Maar toch is hij samen denk ik wel de favoriet met Longo Borghini. Ik denk op basis van de vorige twee races dat Longo Borghini wel wat hoger staat dan Voldering bij Lidl Trek. Hebben ze Realini ook nog maar in deze vorm. Zal denk ik toch wel voor Longo Borghini zijn dat zij de kopvrouw is. Kopecky start ook in dezelfde ploeg als Voldering. Maar zij start echt om pure Demi Voldering te helpen. Naast Voldering en Longo Borghini is het kijken naar een Mavi Garcia. Was hier al een keer heel goed. Hetzelfde geldt voor een Moelman, een Muzic, Cavalli. Zij rijdt haar tweede race van het seizoen. Omdat ze nog steeds mentaal denk ik aan het strukken is met die valpartij in de Tour van 2022. Dus ik denk dat de FTC gewoon voor Evita Muzic gaat. Nivia Doma en Elisa Chebe voor Canyon Labou voor DSM-4 manier. Katselijn voor Phoenix de Koning. Kan dit denk ik ook heel erg goed tussen de top 10 opnieuw. Want ze werd vorig jaar precies 10e. Moet zeker binnen haar mogelijkheden liggen dit jaar. Ik ben heel erg benieuwd naar fan van Empel. Haar eerste keer Waalse Pijl dat wel. En ze is tot nu toe nog niet heel erg overtuigend geweest in de wegraces. Maar met haar achtergrond, als ze echt in een goede positie zit, moet ze dit denk ik wel aan kunnen om een paar minuten echt alles te gaan geven. Voor Voldering is dit echt wel gewoon een goede kans om voor de eerste keer dit seizoen te gaan winnen. Want ik denk dat het voor Luik echt heel erg lastig gaat worden. En ik schat haar voor deze race voor de Waalse Pijl misschien iets lager in dan Longo Borghini. Maar toch denk ik dat Demi Voldering voor de tweede keer op rijen de Waalse Pijl zal gaan winnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er toch wel naar uitkijk morgen. Omdat er niet een van de grote renners aan de start staan. Dan heb ik het over Pogačar, Roglic, Evenepoel en noem het allemaal maar op. Dus ik hoop op een spannende strijd. Beide mannen en vrouw en beide vrouwen natuurlijk. Maar die strijd is dan wel altijd echt pas de laatste 5 kilometer. En dat is wel gewoon het jammer van deze race. Dat alles buiten de laatste 5 kilometer 9 van de 10 keer gewoon heel erg saai is. Dus ik hoop in beide races ook op een beetje actie voor de laatste keren muren hier. Al is dat vaak gewoon niet het geval. Omdat je dan als je al energie gaat verspelen voor de laatste keren muur, hoogstwaarschijnlijk dan niet meer mee gaat doen voor het podium en voor de winst. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even de duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo mis je niks van de volgende video's die online gaan komen. Overmorgen ben ik weer terug. Ga ik uitgebreid zowel de mannen als de vrouwenrace van de Waalse Pijl bespreken. Dus hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Laters.